Adam heeft de hele ochtend samen met zijn grootmoeder pindakoekjes gebakken. Ze zijn gemaakt met haar geheime recept. De koekjes zijn al een tijdje aan het afkoelen. Adam weet zeker dat ze nu wel klaar zijn om te eten. Hij tilt de theedoek voorzichtig op. De koekjes zien er zo lekker uit. Mijn grootmoeder vindt het vast niet erg als ik alleen de kleinste even probeer, denkt Adam. Hij schuift de spatel onder het kleinste koekje. Hij wrikt het en wipt het. Hij draait het en keert het totdat het vers gebakken koekje de lucht in vliegt. Het landt op de vloer en rolt precies in een muizenholletje. Grootmoeder houdt helemaal niet van muizen. Ze zal het niet leuk vinden als ze erachter komt dat ze een van haar koekjes hebben. Adam steekt zijn hand in het muizenholletje om het te vinden. En terwijl hij dat doet, gebeurt er iets heel vreemds. Het muizenholletje begint te groeien, groter en groter, totdat er precies genoeg ruimte is voor Adam om naar de andere kant te kruipen. Wie had gedacht dat er zo'n prachtig bos verborgen zat, net achter grootmoeders plint? Het lange gras kietelt Adams enkels. En hij strekt zich uit om de toppen van de hoge bomen te kunnen zien. Wat een prachtige plek is dit! Een klein meisje met een rood kapje huppelt door het bos. Ze stopt om aan de bloemen te ruiken. Dan huppelt ze tegen Adam aan. Hallo, ik ben Roodkapje, zegt ze. Hallo, zegt Adam. Wat heb je in je mandje? Ze tilt de deksel op om Adam de koekjes in het mandje te laten zien. Ze zijn voor mijn grootmoeder. Ze woont hier verderop, zegt ze. Die koekjes ruiken zo lekker. Mag ik er alsjeblieft eentje? Vraagt Adam. Nee, ze heeft deze koekjes nodig om beter te worden. Mijn grootmoeder ligt ziek op bed, zegt Roodkapje. Een ondeugende wolf besluipt ze. Adam en Roodkapje zijn heel bang. Maar de wolf lacht alleen maar. Wees niet bang, zegt ze. Ik ben een vriendelijke wolf. Adam en Roodkapje weten niet of ze wel de waarheid vertelt. Ze hebben nog nooit van een vriendelijke wolf gehoord. Ah, koekjes, zegt de wolf terwijl ze in het mandje van Roodkapje gluurt. Ze zijn voor mijn grootmoeder. Ze ligt ziek op bed, zegt Roodkapje. De wolf lacht zijn tanden bloot. Ik moet nu echt naar grootmoeder, zegt Roodkapje. Ze huppelt verder op het pad. Adam volgt haar snel. Hij wil niet alleen achterblijven met de wolf. Ik zou niet die kant op gaan als ik jullie was, zegt de wolf. Daar wacht een grote boze wolf achter een van die bomen die kleine jongens en meisjes eet bij het ontbijt. Oh nee, hoe kunnen ze nu ooit bij grootmoeder komen? Niets aan de hand, zegt de wolf. Dit pad duurt misschien langer, maar het is heel veilig. Adam en Roodkapje bedanken de wolf voor haar vriendelijkheid. Dan huppelen ze over het fijne, veilige pad. Maar ze hadden beter moeten weten dan een wolf te vertrouwen. Ze lacht een sluwe lach en rent helemaal naar grootmoeders huis. Adam en Roodkapje komen eindelijk bij grootmoeder aan. Duurde heel lang, maar ze zijn tenminste geen wolven tegengekomen onderweg. Roodkapje klopt op de deur. Kom binnen, zegt een vreemde stem. Dat klinkt helemaal niet als grootmoeder. Roodkapje kijkt dus goed naar grootmoeder die in bed ligt. Ze lijkt wel heel veel op een wolf in een nachtjapon en mutsje. Maar grootmoeder, wat heeft u grote ogen, zegt Roodkapje. Dan kan ik je beter zien, mijn kind, zegt de wolf.
Maar grootmoeder, wat heeft u grote oren? Zegt Roodkapje. Dan kan ik je beter horen, lief kind, lacht de wolf. Maar grootmoeder, wat heeft u grote tanden? Zegt Roodkapje. Daar kan ik jou beter mee opeten, zegt de wolf. Ze doet haar mond wijd open, klaar om arme Roodkapje te verslinden. Maar Adam gooit alle koekjes uit de mand in haar mond. De wolf likt aan haar lippen. Deze koekjes zijn zo lekker dat ik nooit meer een klein meisje zal eten, zegt ze. Hoera, juichen Adam en Roodkapje. Maar wat is al die herrie? Iemand zit gevangen in grootmoeders kast. Adam en Roodkapje openen de deurtjes. En binnenin zit arme grootmoeder. Ze is heel blij om Roodkapje te zien en geeft haar een grote knuffel. Heb je mijn koekjes meegenomen? Vraagt ze. Het spijt me, zegt de wolf. Ik heb ze allemaal opgegeten. Grootmoeder is heel boos. Koekjes helpen haar altijd beter te worden als ze ziek is. Jij ondeugende wolf, zegt ze, terwijl ze met haar wandelstok schudt. Ik zal je uit mijn huis jagen naar het bos waar je thuis hoort. Adam en Roodkapje moeten haar tegenhouden. Maar grootmoeder, de wolf zei dat ze spijt had. Kan ze alstublieft blijven, zegt Roodkapje. Ik beloof nooit meer kleine meisjes te eten, zegt de wolf. Koekjes smaken veel beter. Grootmoeder is heel blij dit te horen. Roodkapje leert de wolf hoe ze speciale koekjes kan bakken. Adam en grootmoeder wegen de boter. Ze meten voorzichtig de suiker af. Dan wegen ze precies de juiste hoeveelheid bloem af. De wolf roert het allemaal door elkaar. Als laatste voegt Roodkapje het hele bijzondere ingrediënt toe. Kleverige, plakkerige pindakaas. Al snel is het beslag mooi en dik. De wolf doet het op de bakplaat in mooie, ronde koekjes vormen. Grootmoeder doet haar ovenwanten aan en schuift voorzichtig de plaat in de oven. Grootmoeder danst een speciale dans om de koekjes extra speciaal te laten smaken. Iedereen doet mee. Dan spelen ze papegaaitje leef je nog, terwijl ze wachten tot de koekjes goudbruin gebakken zijn. Het belletje gaat. De koekjes zijn klaar. Grootmoeder haalt ze voorzichtig uit de oven. Ze nemen er allemaal één en vallen aan. De koekjes zijn heerlijk. Ze zijn zelfs bijna net zo goed als die van Roodkapje. Dan is het tijd voor Adam om naar huis te gaan. Hij zwaait gedag naar zijn nieuwe vrienden
voordat hij door het muizenhol kruipt. Adam is weer thuis, gezond en wel. Maar zijn grootmoeder is vast heel boos wanneer ze merkt dat een van haar koekjes kwijt is. Kijk, er staat een magische koekjespot op tafel. Adam maakt hem open en ziet dat er twee koekjes in zitten. Grootmoeder zal heel blij zijn dat de muizen er toch geen eentje te pakken hebben gekregen.